probleem is eigenlijk dat de markt wat terugloopt wat kooplieden betreft. Daardoor ontstaan er dus vrij grote plaatsen, lege plaatsen, die opgevuld moeten worden. Aangezien de markt dus in compacter kan vormen, hebben we een behoorlijke rij voor de parkeerders opengemaakt om daar dus te parkeren. Maar wij willen dus wel aankomen en op onze plaats kunnen staan, omdat als je eenmaal zijn auto er hebt staan, komt er niet meer weg en dan kun je niet op je plek staan. Nee. Dus we hebben gezegd, daar moeten we wat aan doen. Dus niet meer op de markt parkeren, op de zijvakken en na 1 uur ook op het vrijgekomen stuk. Parkeren ze wel op de markt, dan worden ze afgesleept door de sleepdienst en dat gaat dus geld kosten. Is dat vandaag ook al gebeurd? Dat is vandaag gebeurd, de borden zijn geplaatst, als u goed kijkt. Ja. De borden zijn daar geplaatst. Er staat ook een afsleepregeling op, dat afgesleept wordt. Ja. Kunt u zo aan de voorkant straks even kijken. Ja. Nou, dat is eigenlijk het hele opzet. De weet u hoeveel mensen er op de grond zijn geslingerd? Nou, voorlopig nog niemand. Oh, dat niet? Dacht ik niet. Ze zijn alleen gewaarschuwd. Ik denk dat ze eerst even waarschuwen en daarna beginnen dus met vindt u het terecht dat de gemeente deze maatregel absoluut heeft genomen? Ja, je zult zien na een week of 2-3 is de situatie dusdanig dat iedereen weet dat er niet meer geparkeerd kan worden op de markt voor een bepaalde tijd. En daarna kan er dus na 6 uur kan er weer volledig van de markt gebruik worden gemaakt. Want het is broodnodig voor een goed lopende weekmarkt dat die opstelling anders is en dat er geen auto's meer tussen staan. De compactheid, de auto's mogen wel van de kooplieden ertussen, want dan zou je die weer op parkeerplekken zetten waar het eigenlijk bedoeld is voor de consument. Mm-hmm. Dus de auto's van de markt staan er wel op. Ja. Omdat je daarmee ruimte creëert voor de klant, voor de consument. Mm-hmm.